Ik heb een gevoel alsof deze dag een beetje in de mist gaat lopen. In de mist gaat lopen? In de soep gaat lopen! Hallo! Deze week weer een nieuw eetexperiment. Namelijk eentje die jullie hebben aangevraagd. Een week op kant-en-klaar maaltijden leven. Waarom? Nou, ik vond het zelf vooral heel interessant. Omdat kant-en-klaar maaltijden natuurlijk best wel een slecht imago hebben. Maar gezien de hele food en health en fitness trend van de afgelopen jaren, ben ik gewoon heel erg benieuwd of deze tak van de voedselindustrie ook is meegegroeid. Om het goed aan te pakken ben ik de definitie van kant-en-klaar maaltijden gaan googlen. Maar het enige wat je dan eigenlijk vindt is wat een gezonde kant-en-klaar maaltijd eigenlijk zou moeten zijn. Meh. Wat ik dus deze week gebruikte als definitie: eten waarbij een handeling heeft plaatsgevonden die ik zelf niet heb hoeven doen. Dus niet gewoon een appel, maar wel een voorgesneden appel. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe ik me ga voelen deze week. Hoe vaak eet je een kant-en-klaar maaltijd? Eerlijk. Per dag? Eerlijk. Eerlijk. Thuis. Echt. Nooit. Nooit, denk ik. Nee, echt nooit. Ik weiger zelfs. Heel af en toe. 2-3 keer per week wel, denk ik. En ik maak kookboeken, dus ik moet gewoon in de keuken. Ja, dan kan je wel zo oh doen, maar jij bent nooit thuis. Ik moet altijd voor mezelf zorgen. Dat is wat er oh is. Stel, ik heb heel erg honger en ik moet bij een benzinestation stoppen of zo, omdat ik dan iets wil eten. En er is alleen maar van die ingepakte kleffe broodjes, van die driehoekjes. Absoluut niet. Ik heb liever honger dan dat ik die vieze meuk eet. Goedemorgen! We beginnen de dag vandaag met kant-en-klare koffie. En kant-en-klare zoetstof. Overigens had ik bijna deze erin gedaan. Doordat ik 3 kopjes koffie heb gedronken, had ik eigenlijk helemaal geen honger. Tot nu. Nu ben ik op het randje na stervende van de dood. Wacht, dat is geen Nederlands. Of wel? En daarom heb ik de energie power salade, maaltijd salade gehaald. Ik moet zeggen, ik ben best wel verrast over de hoeveelheid groente hier. Tadaa! Het is nog steeds dag 1 en ik speel een beetje met de regels, denk ik nu. Ik ben met Sunny. Hallo! En we zitten hier bij een tentje en we hadden natuurlijk honger. Dus nu heb ik iets besteld, maar dat is natuurlijk wel een beetje kant en klaar. Stem gaat ook ineens weer op tafel, man. Ja, want ik weet dat ik... Maar het is toch kant en klaar? Het is te vers en te gezond om in... Nee joh, dat is niet gezond. Dit is met filo date. Het komt uit de frituur. Ja, dat is waar. Oké. Kijk, ik ben super goed bezig. Komt iets een kaars op me? Ik kom net thuis en mijn lieve, lieve man heeft gekookt voor mij. Uitgebreid gekookt. De nuance in die zin is, jij komt net thuis, jouw lieve, lieve man heeft gekookt en jij wil daar nu van mee eten. Wat heb je gemaakt? Pista en kies. Hoppatee, kies met een pizzames. Je zag het hier eerst. Eerst? Ik heb maar een hele lange dag gehad, laat me met rust. Oké, ik laat je al met rust. Maar ik neem wel de pizza mee. Goedemorgen. Ik dacht, laat ik de dag eens beginnen met de manier, de slechtste manier waarop je je dag kan beginnen. En dat is toch wel deze. Als je per se een smoothie of een sapje wil drinken, kies er eentje die je zelf hebt gemaakt. Want dit is gewoon echt helemaal niks. Wij eten lekker onze lunch buiten. En ik heb weer iets nieuws gehaald bij de Dirk. Ik ben er inmiddels wel achter dat als je vegetarisch bent, dat eigenlijk 80% van alle kant-en-klaar maaltijden wel afvalt. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ik heb nu deze gevonden, courgette geitenkaas. Ziet er lekker uit trouwens. Ziet er best wel lekker uit, ja. Ik verwacht alleen dat hier wel echt een hele hoop misschien zout en E-nummers en zo in zit. Zij aan de onderkant. Ja. Voor 88 ingrediënten, dus dan weet je het wel. Ja, inderdaad. Ik zit dus nu in een eetcafé, want ik heb een meeting. Het is inmiddels 7 uur. En nu moet ik dus zo gaan vragen aan de serveerster of ze mijn kant-en-klare groente lasagne wil opwarmen. Oh, dit gaat zo awkward worden. Ik heb een beetje een rare vraag. Ik doe deze week het experiment dat ik op opwarmmaaltijden leef. Mm-hmm. Dus ik zou willen vragen of je deze gewoon opwarmt. Tuurlijk. Ja? Ja? Yay! Dankjewel. Ik geloof dat jij iets meer voedingsstoffen hebt dan ik.
Ik heb het ook nodig, zie je dat hoofd? Ja. Nou, ik heb dus alweer een hele ochtend erop zitten. Ik ging naar de Appie voor een ontbijt. En ik wilde zo'n yoghurtje halen met waar dat muesli al zo op zit, weet je wel? Zo met zo'n dekseltje en zo'n dingetje en zo. Maar dat hadden ze niet bij deze Appie. Dus in blinde paniek heb ik toen maar tiramisu gekocht. Want dat heeft ook iemand gemaakt en is kant en klaar en dat hoef ik niet meer te doen. Dus heus wel. En het is hartstikke gezond ook. Heus wel. Yum. Ik heb in precies 2 minuten 36 gram suiker naar binnen gewerkt. Olé! Meestelijk! Ik ben een partijtje shaky, maar echt. Slim shaky! Vandaag een nieuwe supermarkt, of nou niet nieuw, maar een andere supermarkt uitgeprobeerd, de Lidl. En ik heb voor 2,80... Auw! Voor 2,80 deze pasta met, nou ja, best wel legit stukjes broccoli gehaald. Best wel legit stukjes broccoli. Heb je commentaar, ouwe? Ik ben gewoon in mijn groentjes en falafel aan het roeren, dus laat me met rust. Overigens was bij de Lidl wel, denk ik, 90% van het assortiment niet vegetarisch. Lidl, als je dit ziet, doe er eens wat aan. Doe eens even een review. Ik zeg 7 op 10. Natuurlijk was ik ook benieuwd, wat is nou jouw favoriete kant-en-klaar maaltijd? Het enige kant-en-klaar maaltijd die ik haal, haal ik bij de markt met een Q, dus biologisch. En ik ga er niet zo goed op qua darmen, qua kak. Sorry dat ik het zeg, maar dus ik probeer het niet te doen omdat ik er niet goed tegen kan. Dus heel weinig. Ja, weet je, kijk, er zijn best goede bij markt of zo, daar komt het echt vers uit de keuken. Maar liever niet, want het is namelijk zo makkelijk om het zelf te maken. Ik vind de Rustler's Porter Pounder heel erg lekker. Die is echt wel goed. Tenminste, die smaakt heel goed. Ik denk wel dat het echt, iedere hap die je neemt is een jaar van je leven. Ja, dat zijn dan van die kleine bakjes met quinoa, bulgur-achtige granen, een beetje groente, geitenkaasje. Simpel. En Albert Heijn heeft zo'n pasta carbonara? Je moet er wat voor over hebben. 1,20 per stuk wel geteld. Maar dan heb je wel bio-yoghurt met krusli. Natuurlijk wel 2, want wie eet er nou 1 zo'n lullig dingetje in de ochtend? Kom er P, zit je zorgen maar opzij. Voor het diner heb ik in mijn eentje, dus niet kom erbij, deze maaltijd van Stag, wat best wel voedzamer uitziet. Maar dat betekent ook dat met alle andere dingen die ik vandaag heb gegeten, op ongeveer 20 euro wat ik heb uitgegeven vandaag. Dat is toch best wel pittig. Tadaa! Oké, dit is dus echt, maar echt heel erg lekker. Alsof ik gewoon een home-cooked meal aan het eten ben. Behalve dat ik niet zo goed kan koken. Ik begin de dag maar weer eens met een lekker fruitontbijtje. Vol gezonde vezels en fruit, vitaminen en al dat soort dingen. Ik loop nu naar de Wat Jet, de meest vreselijke, of een van de meest vreselijke supermarkten in Amsterdam noemt. Er is niet één vega maaltijdsalade. Oké, bye. Oké, de Appie is echt goed bezig. De Appie to go trouwens. Zoveel vega, zoveel. Nou, het ziet er best wel een soort van vers uit. Een soort van. Kijk, kant en klaar water. Ons laatste avondmaal is natuurlijk pizza. Is dit nou een dieet? Wat we doen, denk ik. Ja, dit is een dieet. Een prima dieet. Ik voel me ook extreem slank. Nee. Oké, kant-en-klaar maaltijden zijn echt een stuk verbeterd de afgelopen tijd. Meer vega, meer groenten, vaker vers. Dat ligt natuurlijk ook aan de keuze die ik maak. Maar er is in ieder geval meer keus dan alleen maar opwarm, nasi en stamppot. Zeker bij de duurdere versies merk je wel dat het beter is. Maar toch heb ik me er gewoon niet echt goed bij gevoeld deze week. Alsof overal een soort van laagje overheen zat of zo. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Ook heeft alles echt wel gewoon minder smaak. En hou je er gewoon een minder bevredigend gevoel aan over. Ik heb alles wat ik heb gegeten deze week ingevoerd in mijn fitnesspaal om mijn calorieën en voedingsstoffen bij te houden. En zo zie je dat ik deze week eigenlijk veel te veel vet en suiker heb binnengekregen. En vooral minder vezels en minder eiwitten dan ik eigenlijk zou willen. Ik zou vooral gewoon zeggen, ga lekker zelf koken. Het zal nog wel een tijdje duren, maar de volgende keer dat ik een kant-en-klaar maaltijd koop, is dat in ieder geval eentje van Markt of van Stag. Laat een reactie
reactie achter hieronder. Dat vind ik altijd super tof. Ik hoop dat je deze video weer leuk vond. En ik zie je sowieso volgende week weer. Bye bye!